Inderdaad, het is maandagavond, 9 uur, dus tijd voor een nieuwe aflevering van Opinie, hier op kanaal 8.3 GovTV. Ik ben Ryan de Gama, van harte welkom. Vanavond in deze aflevering van Opinie gaan we een bijzondere aflevering van maken, omdat we het vanavond gaan doen zonder studiogasten. Wat gaan we vandaag voor in elkaar zetten is een collage van alle afgelopen afleveringen van Opinie. We gaan de markante momenten belichten uit de andere afleveringen van Opinie. We gaan deze aflevering van Opinie delen in twee delen. Het eerste gedeelte gaan we voor u belichten Opinie 1 tot Opinie 5. En in het tweede gedeelte gaan we voor u belichten Opinie 6 tot Opinie 10. Laten we eerst gaan kijken naar de markante momenten die wij eruit voor u hebben gehaald in de afleveringen 1 tot en met 5. Kijkt u even met me mee. Het onderwerp voor vanavond is overheidscommunicatie. Burgers hebben recht op informatie van de overheid, aan de ene kant. Aan de andere kant moet de overheid de burgers voorzien van informatie. Het is niet meer een gunst van de overheid, maar het is een plicht, zoals het is vervat in ons grondwet, artikel 54, lid 2. In dat artikel lezen wij dat de centrale overheid zorg draagt voor een goede organisatie van regelmatige voorlichting over het staatsbeleid en het staatsbestuur, ten einde het volk optimaal in de bestuursstructuren te doen participeren. De lagere overheid is gehouden om een communicatieproces naar het volk toe op te bouwen in het belang van het publiek gericht maken van het bestuur en de deelname in het beleid. Om er heel serieus mee om te gaan, heeft de regering in 2017 het besluit genomen om het Nationaal Informatieinstituut in het leven te roepen. Dit instituut moet ervoor zorg dragen dat die informatie bij de burgers komt. En dat doet het instituut door middel van verschillende programma's. Uiteraard in samenwerking met de uitvoerende ministeries. Het Nationaal Informatieinstituut heeft ook verder als taak om van elke Surinamer, maar niet alleen misschien de Surinamer, maar ook iedereen die er belang aan heeft, goed geïnformeerde, maar vooral zelfbewuste burgers te maken. Nou, in grote lijnen kan ik me terugvinden in wat de heer hier zegt. Communicatie is enorm belangrijk. Je hebt een bevolking, je hebt burgerij, bedrijfsleven en noem maar op. En als overheid moet je duidelijk aangeven wat je beleid is, hoe je je beleid wil uitvoeren, hoe je het gaat financieren, uit welke bronnen je het gaat financieren, zodat de samenleving een beeld heeft wat de overheid doet. Dus ik zeg niet wat de regering doet, maar wat de overheid doet. Dus in feite, alle instituten van de regering, van de overheid, die moeten daarbij betrokken worden. Alleen zo kan de burger zien door goed geïnformeerd te zijn als er inderdaad gedaan wordt wat wordt gezegd. En als de dingen die gedaan worden inderdaad in het voordeel zijn of in het belang van die samenleving als totaal. Dus communicatie is belangrijk en het moet niet alleen regelmatig gebeuren, maar het moet ook eerlijke communicatie zijn. We praten over centralisatie van die informatie. Meneer Hief kiest eerder voor het woord coördinatie. Brengt ons dat dan het volgende, want is er bij jullie, althans in elk van jullie eigen vak, is er een verandering geconstateerd? Ik denk, kijk, iets meer naar meneer Cairo natuurlijk. Is er een verandering geconstateerd na de komst van het NII? Ja, er is inderdaad een verandering gekomen. Er is op de eerste plaats is er een eigen overheidskanaal gekomen. Toch? Waar er veel meer overheidsinformatie dan voorheen wordt gebracht naar de samenleving. Je ziet een variatie in programma's en je ziet ook dat er
geprobeerd wordt om zoveel mogelijk onderwerpen te belichten. Als jij als overheid bent daar, je bent overheid voor de totale samenleving, dan breng je gewoon zakelijk de dingen. Ja. En natuurlijk dus, is het positief, je brengt de dingen. Dus kijk, als je zegt van, je moet het niet propagandisch brengen, dat je zegt van kijk, we hebben 500, als regeringsvoorlichter, hè, hebben 500 woningen gebouwd, dus stem weer op ons. Dan zeg ik nee, dat is een bridge too far. Dat bedoel ik. Oké. Maar je moet jezelf wel propageren als regering. We hebben dit gedaan, ja, nou, je moet we jezelf, gaan dit doen. Ja, nou, dus, daarom, en, je moet jezelf wel precies propageren. Oké, nee, dan is het. Dat is jouw op één level. Wanneer men praat over reorganisatie, het efficiënter maken van het overheidsapparaat in Suriname, wij vaak denken dat het alleen maar gaat om het administratief bestuurlijke. Maar in wezen, als we praten over saneren overheidsapparaat, moet je ook meenemen het politiek bestuurlijke. Dus in feite ben je met het administratief apparaat niet klaar wanneer je praat over saneren overheidsapparaat. Je bent verplicht in feite datgene wat een verbinding vormt met het administratief apparaat mee te nemen, omdat die ene de ander beïnvloedt. Maar ik denk dat de context waarin het nu wordt gezegd en tegen de achtergrond van de financiële-economische situatie in het land nu echt bleek van jongens, we can't handle this anymore. Er moet iets gebeuren. Er moet iets gebeuren. Otherwise, we are gonna go. Ik denk dat in deze context het nu wel serieus is. Oh, dus ik ben blij dat de president het nu echt heeft herhaald. Benadrukt in zijn nieuwjaarsrede. Maar er moet... we have to put our money where our mouth is now. Waar zou je moeten beginnen? Of hoe zou u dat aanpakken, meneer Boudewijn? Nou, als we praten over reorganisatie. Laat me dit van zeggen. In feite is het hele overheidsapparaat, de hele overheid waarover we praten, een bolwerk van wetten. Wetten, staatsbesluiten, resoluties, beschikkingen, noem maar op. Een van de eerste zaken die je zou moeten doen, wil je dus dit apparaat saneren, reorganiseren, is inzicht krijgen in hoe dat apparaat in elkaar zit. En daarvoor heb je die wettelijke regelingen nodig. En dan gaat het niet alleen om wettelijke regelingen die te maken hebben met die overheid zelf, althans met het administratieve gedeelte, maar ook wetten die een samenhang vertonen met dat overheidsapparaat. Waardoor je op den duur kan weten wat de bevoegdheden zouden moeten zijn van dat apparaat en wat ze nu zijn, waardoor je een vergelijking kan maken van wat er is en wat er nog moet komen. En je zou aan de hand daarvan ook nog de structuur van het overheidsapparaat kunnen vaststellen. He? Dus dit zijn zaken waar je als eerste mee zou moeten beginnen. Van daaruitgaande de taken uiteenzetten. Wat zijn de opdrachten die die overheid zou moeten uitvoeren? Want als we praten over het administratief bestuur, dan gaat het om een apparaat dat geschikt en bekwaam moet worden gemaakt voor de uitvoering van het overheidsbeleid. Maar het punt blijft van, weten de mensen wel wat ze moeten doen op die ministeries? En ik kan u zeggen, uit die metingen die mijn bureau heeft gedaan, blijkt dat het eerste wat je moet vragen is van, wat zijn de producten en diensten, de goederen die het ministerie levert? En ik kan u zeggen, toen we die vraag stelden, viel het licht uit. Je hebt dan taakstelling, maar die taakstelling moet je vertalen naar wat zijn jouw goederen en diensten die je levert als ministerie en tot op het niveau van de afdeling. Wat levert een afdeling? Want als je dan dat weet, dan kan je dan de processen gaan beschrijven en ik kan u zeggen, omdat de processen niet beschreven zijn op die ministeries, krijgen we de laatste tijd wat we zien. De minister weet niet wat er gebeurt. Afdelingshoofden weten niet wat er gebeurt. Omdat de processen, de werkprocessen, zoals het werk gedaan moet worden, niet zijn beschreven, gestandardiseerd zijn en overgedragen zijn. Mensen doen, iedereen probeert invulling te geven, naar beste kunnen en kennen. Mensen, en dan ga ik dat woord gebruiken, mensen gijzelen afdelingen, omdat ze kennis hebben, die kennis niet hebben overgedragen en vastgelegd hebben in processen. Dus in feite weet
onze overheid niet precies tot op afdelingsniveau wat de werkzaamheden zijn. En alleen als je processen hebt beschreven tot op handelingenniveau, dan pas kan je eigenlijk over functies praten. Want wat is die functie eigenlijk? Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die gekoppeld zijn aan het voortbrengen van producten en diensten. Maar als dat niet eens duidelijk is, dan krijg je dat probleem wat er nu is. Mensen komen, maar ze weten eigenlijk niet wat ze doen en wat ze moeten doen. Ja, ja. Ministeries moeten aangestuurd worden op basis van je doelen moeten vertaald worden naar strategieën. En de strategieën moeten vertaald worden naar kritische succesfactoren. En die moeten eigenlijk gemeten worden met performance indicators, resultaten. Zo moet je het ministerie op dagbasis aansturen. Dan kan je presenteren wat je hebt gerealiseerd. En dan kan je zien waar je fout gaat op tijd. En die cultuur, die meetcultuur, moet in het kwaliteitssysteem geborgd worden. Okay, zo moet die overheid worden ingericht. Wat ik echter mis, is het feit dat werkelijk de mensen zichzelf moeten laten informeren. De voorlichting proberen we zoveel als mogelijk te geven vanuit de overheid. Meneer Alleyne weet ik, binnen samenwerkingen zijn er tal van projecten die we ook wel uitvoeren. Natuurlijk is het never enough. Als we merken dat de mensen dan op zo'n manier geïnformeerd zijn en alleen maar zorgen maken om de prijzenaspecten binnen het consumentengebeuren van de consumentenbescherming van de consument, dan moet je zeggen dat er echt wel gewoon werk aan de winkel is, voor mij. Je zou kunnen boycotten, want ik ga je maar een voorbeeld geven. In december zagen we plotseling de prijs van eieren stijgen. En bij ons onderzoek bleek dat men vond van ja, afvraag Biggie, noem me misschien een mogelijkheid voor mijn winst. Dus er was geen sprake van een schaarste? Nee, toch? Maar dat is de attitude van die handel. Dat en dat zou moeten worden afgestraft. En daarom hebben we dus eigenlijk die wetten gecreëerd. Daarom hebben we die consumentenbeschermingswet gecreëerd. Daarom hebben wij de mededingingswet gecreëerd. En we kijken er echt wel naar uit dat deze wetten goedgekeurd worden. Want het moment waarop dat gaat, dan zijn er zaken die je kan regelen. Waar ik nu dus eigenlijk aan gebonden ben, is de enige manier waarop ik het ga kunnen aanpakken, is binnen de standaardenwet. Ja. En we houden maandelijks wel nog steeds de analyses van de prijzen bij. Wat doet een bepaald product? Hoe reageert een bepaald product? Maar zijn er dan nog steeds heel belangrijke regels en of artikelen waar je die mensen aan moet kunnen binden? Want we merken wel dat er zaken zijn binnen de markt, maar natuurlijk moet je als handelaarindustrie de cohesie ook wel houden. De cohesie erin dat je één, daar bent voor de consument, maar je bent ook daar voor de producent. Ja, de producent moet, er moet een zodanige markt geschapen worden voor de producent om eigenlijk mee te dingen, maar rekening houdende met de regels. Maar ook nog ervoor zorgen dat er kwalitatief goederen op de markt gebracht worden die gebonden zijn aan de regels van concurrentie en van het meedingen. Maar dan kan ik me zo voorstellen dat u het erg moeilijk hebt. Laat me uitleggen waarom u het moeilijk hebt, want ik voel hier het kip en ijspel. Het is de mensen, u zegt de mensen kennen de consumentenbond niet, misschien omdat ze er niet bewust van zijn dat er zoiets is als een organisatie consumentenbond. Ja. Maar aan de andere kant moet dan die consumentenbond op een of andere manier iets eraan doen om de mens bewust van te maken. Dus de mensen die gewoon totaal niks van weten, om die mensen bewust van te maken. Laat me wat zeggen. Dus, weet je hoeveel klachten wij kregen? Weet je hoeveel klachten wij kregen via de politie? Dus de mensen gaan naar de politie ja. En de politie stuurt ze naar ons. En komen ze? En dan komen ze en dan moeten we ze helpen. Dus we helpen ze. En dan weten ze dat. En als we ze zeggen dat ze dus lid moeten worden, dan worden sommigen boos. Weet je, dus men wil wel die hulp, maar men wil er niks voor uitgeven. Maar dan misschien kunnen we dan gelijk van de gelegenheid gebruik maken, aangezien de meeste mensen uit de straatinterviews van ons niet weten wat de consumentenbond is. Misschien kunt u dan in het kort nou even goed uitleggen wat die bond eigenlijk, want u zegt die bond is geen overheidsinstantie, nee. Als adviserie van HI. Maar wat is die bond wel? Wat is die? Het is gewoon een vereniging van consumenten die
samenwerken om die consumentenbescherming zo optimaal mogelijk te maken in het land. In meeting horen we je ouderen vaak zeggen wanneer ze praten over jongeren. We horen ouderen ook vaak zeggen dat het gedrag van jongeren tegenwoordig erg afwijkend is. Maar dat niet dat alleen, dat het gedrag van jongeren verergert. Je hoort ook mensen zeggen, vooral de ouderen natuurlijk, dat sociale controle helemaal weg is. Afwijkend gedrag bij jeugdigen is dat wat opvalt, dat wat verschilt, dat wat geen norm is in die omgeving, wat vereist is. En dat wat hinderlijk is en hinderlijk overkomt bij anderen, dat is afwijkend gedrag ten opzichte van die omgeving, van de buurt, van de mensen daar die andere eisen stellen hoe je moet gedragen. Meneer Narden, afwijkend gedrag. Afwijkend gedrag bij jongeren, ja. Dan zeg ik van dat wat afwijkt van wat normaal is. En onder normaal wordt verstaan het gedrag dat over het algemeen geaccepteerd wordt, gewaardeerd wordt, beloond wordt. En je hebt vertoond dan afwijkend gedrag als het gedrag valt onder niet te waarderen, niet te belonen, in sommige gevallen strafbaar, afkeurend. En het komt er simpelweg op neer. Gedrag dat niet is of in overeenstemming is met wat er over het algemeen gebeurt of geaccepteerd wordt. Afwijkend gedrag kan soms positief zijn. En het komt zelfs voor dat als je mensen succesvol wil maken in bepaalde gevallen, je ze moet trainen, vormen, dat ze gaan afwijken van hun omgeving, van wat in hun omgeving normaal en geaccepteerd is. En ik neem dan een simpel voorbeeld, dan begrijpt u het beter. Vroeger zeiden mensen van Rangoulam weg en Latour, un Rangouman en Latour, maar un Emekeng. Dus wilde je het maken in die omgeving, dan moest je afwijken. Er waren mensen gehad, dus die zeiden, ik wil niet zijn zoals mijn vader en mijn moeder. En ik wil geen Latour model worden. Dus ik wil afwijken. En hun afwijking heeft ze gebracht naar een ander niveau. Dus afwijkend gedrag kan ook positief zijn. Helaas moeten we ook zeggen, net zoals negatief gedrag, negatief afwijkend gedrag en vaak ook minder voorkomt, want als het helemaal overroelt en over het algemeen vertoond wordt, is het niet meer afwijkend. Dan zeggen we de groep die afwijkt, als het nou negatief is of positief, is vaak klein. Ja, ik weet niet of we de hedendaagse jongeren moeten doen alsof zij een uitzondering zijn. Wij hadden dat ook. Maar ons stoer gedrag dat we wilden vertonen zag er anders uit. Van een broekkof die je oprolt, van je hemd die je tot hier opent, zo is niet beter. Soms een mes, meneer Trusvoel liep met een slinger, met een katapult en al die rare dingen. Dat was stoer voor ons, want dat was de invloed die we nog kenden als afwijken. Maar nu, we praten over wapens, maar er zijn zoveel ergere andere dingen die kinderen nu leren. Kinderen die alleen op kamers zitten en constant op social media zijn. Van cult en cultivisme en dingen die aanzetten tot zelfmoord en allerlei rare dingen. Daar komen we nog niet eens over. We zijn nu nog bij messen. En ik bedoel wapens. Maar er zijn zelfs nu dingen waar er wordt uitgedacht om aan zelfdestructie te doen. Wat er aan het gebeuren is, er komt ontzettend veel op ons af. Volwassenen en jonge mensen. Zelf volwassenen kunnen niet zo goed managen wat allemaal op je afkomt aan informatie en dingen. Vanwege de media. Ja? En laat staan om eigenlijk in het vormen van je kinderen, ja, daarmee rekening te houden. Vaak weten we niet wat kinderen weten. En vaak weten kinderen veel meer over wat er in die samenleving, wat er in de wereld gebeurt, dan de ouders. En wanneer we daarmee geconfronteerd worden, in die zin dat dat gedrag afwijkt, doordat we die informatie krijgen van school, van de buurt, van de politie, van de maatschappelijk werker en van iedereen, dat ons kind iets aan het doen is en dan schrikken we.
Weet je, want, en dan vragen we ons af van, maar ik heb je zo goed opgevoed en ik geef je dit en ik geef, maar toch doe je dat. Ja. We hebben geen controle meer op wat er gebeurt met dat kind en in die verschillende omgevingen daar net genoemd. Dus de school, de buurt, de vrienden. Maar er is nog iets waar we totaal geen controle hebben, is wat er in een klein telefoontje is aan informatie daar binnenkomt. Ja, ja. En wanneer ik zelf kijk naar mijn telefoon, en dan kijk ik ook naar thuis, mijn kinderen, kleinkinderen, en het valt me op dat ik zit, mijn kinderen zitten, iedereen zit, en een half uur lang praten we niet meer met elkaar, maar de informatie krijgen we daar vandaan. Dus we wisselen geen ervaringen meer op. We kijken elkaar niet meer in de ogen. We ontdekken ook geen dingen meer wat er met ons gebeurt, wat er met je kind gebeurt. Weet je? En we kunnen er niet mee omgaan. En we zitten in een verschrikkelijke periode dat we eigenlijk moeten leren omgaan met wat op ons afkomt aan informatie, maar wat er gebeurt met de kinderen en hoe ze zichzelf vormen met de informatie waar we geen controle op hebben. Oh, ik wil zelfs aanvullen, laten we niet doen als volwassenen alsof wij niet de schuldigen zijn, want wij zijn schuldig. We kunnen alles schreeuwen naar de jeugd toe en hij heeft het over zichzelf en een half uur, dat zelfs oudere mensen steeds langer nu op die stomme telefoon zitten. En allerlei dingen afrossen en afbrozen, niet eens kunnen communiceren. Dus wat doen ze dan? Die tijd die zij nu besteden op die telefoon, laten ze over aan die telefoon van dat kind om dat kind voor ze op te voeden. Ja, ja. Dus wij doen het zelf. Ja, ja, en dan ja. Heb je nu dat iedereen modern wil spelen. Dus kinderen schreeuwen social media, dan wil hij ook social media. Maar je gaat social media dingen opzoeken die hij goed kent, want hij wil ook meedoen. En eigenlijk is het nu een vele groep heb je een soort strijd. Ja, ik ben volwassen, maar ik wil niet achterblijven op die technologie. Ja, dus ja. Waar kinderen hele dag op telefoon zijn, gaan ouders nu ook. Ze zitten in een restaurant, ze eten even snel weer kijken. Blink, ook weer kijken. En eerst een foto maken. En een foto van die portie. Voordat je hebt gegeten. En trouwens, u zegt dat is een van de dingen die nu kilt. Want dat brengt dan een ander soort afwijking. Want kinderen, mensen, jonge mensen, maar nu ook volwassenen, lopen elkaar voor de gek te houden dat hun leven geweldig is. Ze lopen foto's te maken van allerlei mooie dingen, ja, dan ben ik nu daar. Ja. Soms hebben ze niet eens te eten, maken ze een foto van jouw portie. Ja, ja. Om het zo uit te drukken, van, ja, life is good. Als iedereen toch op tv zet, op die telefoon zegt, het gaat goed met me, kan ik niet achterblijven. Dus ik ga meedoen en dan spreek ik nog niet van dat ze ook dingen gaan doen om die life te gaan leven, want ik moet laten zien dat het me ook goed gaat. En eigenlijk is dat de grootste bedreiging. Ze zien niet eens meer wat er in de omgeving gebeurt. Op OUI, want ik lees ook vaak, sociale controle is weg, sociale controle is weg. Nee, wat bedoelen we daarmee? Het is niet dat het weg is. We hebben geen aandacht meer voor elkaar. We zijn zo met elkaar bezig dat je misschien wel sociale controle wil uitoefenen, maar wanneer dan? Als je de hele dag op internet bent, dan ben je vanuit in sociale controle. Als jij zelf je afwijking hebt, dat je te lang en te veel als het niet met televisie is, met een telefoon bezig. Wie wil je, waar ga je die tijd vinden om sociale controle uit te voeren? Dus in plaats van sociale controle zeg ik, schakel al die afleidende impulsen een paar keer per dag uit. Dus niet uren, want dadelijk wordt je weer angstig. Maar een uur en op je ei. Kijk naar je omgeving. Mooi, op uw eigen. Meneer Trustful, wat geef voor de omgeving mee? Wat omgeving is wordt wakker. Ik bedoel, Michael Jackson heeft het een paar keer gezegd, de man in the mirror. Toch? Ja. Die ouder in the mirror. Kijk eerst naar jezelf. Weet je? Dan zei je als dan wie? Als ouder? Als ouder. Ja, kijk in die spiegel. Ja, ja. Weet je? Kijk in die spiegel en vraag je af van, wat doe ik niet goed? Wat doe ik wel goed? En die dingen die je goed doet, moet je gaan versterken. Maar kijk eerlijk en oprecht in die spiegel naar jezelf en zeg, wat doe ik eigenlijk niet goed, waardoor dat kind eronder leidt, waardoor dat kind afwijkend gedrag. En dan kom je eigenlijk achter een aantal dingen, want dat kind is afhankelijk van wat je aanreikt aan dat kind. Die omgeving, ja, het is de omgeving die dat kind maakt tot wat het is geworden.
En wanneer je dat in de gaten hebt, dan weet je precies hoe je ermee om moet omgaan. En soms weet je ook hoe zwak je bent in een aantal onderdelen. Ja. Dan zoek je ergens ondersteuning om je te versterken. Of je gaat zelf internet gebruiken om, hoe ga ik om met een afwijkend gedrag. Ook internet kan positief worden gebruikt om met moeilijk gedrag of afwijkend gedrag om te gaan. Het is positief omzetten. Als we het hebben over revolutie, dan heeft iedereen een eigen ervaring. De jongeren vanuit de andere hoek en de ouderen vanuit de andere hoek. Als we mogen beginnen bij u, mevrouw Ravales. Hoe heeft u die revolutie ervaren? Nou, er is een begin geweest natuurlijk. En het was een zeer woelige tijd. En dan word je op een ochtend geconfronteerd met er is revolutie. Schrik, want je hebt het altijd uit het buitenland gelezen, maar hier zelf. En dan denk je van, nou, wat moeten we hiermee aan? Maar het was een periode waarbij verandering zeer nodig was. Want het ging absoluut niet goed in ons land. De ervaring die we hebben gehad toen was dat er aandacht werd besteed aan de Surinaamse mens. Vanwege het feit dat er zo'n grote beweging was dat mensen elkaar weer begonnen te helpen. En ze werden ondersteund door de militairen. Jammer genoeg was er wel een jugu-jugu tussen de militairen en de politie. Dat weten we uit die tijd, dat weten jullie niet, jullie waren veel jonger. Maar de militairen hebben in feite de zaak toch wel zodanig geleid dat de mensen overdag weer betrekkelijk rustig. Wat er gebeurde was, en dat was zo plezierig, dat in het eerste kabinet toen gelijk twee vrouwen werden benoemd. En de eerste vrouwelijke minister deed haar intrede. Dat was ongekend. En de eerste vrouwelijke onderminister deed ook haar intrede. Ik kan de namen noemen. Sigmien Staphorst was de eerste vrouwelijke minister. Nel Kappel-Stadwijk, die was de onderminister. Twee vrouwen die gelukkig nog heel actief in onze samenleving zijn. En ik denk dat ze echt wel uit die periode goed gemotiveerd zijn. De vrouwen die kregen dus hun plek en konden meewerken. En u wil het niet geloven, ik werkte, het was mijn geld, maar mijn man moest tekenen. Maar even, wat bedoelt u met een pak kaarten? U bedoelt een pak met geld? Nee, een pak kaarten waarop staat dat je getrouwd bent en dat je vanaf dit moment eigenlijk een tweede vader hebt, want die man moet tekenen. Ja, en nu ga ik u zeggen waarom ik dit expliciet zeg, want u zegt het heeft misschien niets met RIVO te maken. C11. Dat was 1983, april, heeft ervoor gezorgd dat dit wat mij overkwam in 1970 weggewerkt werd. Want daar krijg je dan de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Ja. Is een mijlpaal voor ons geweest. Mijn moeder is ook in die tijd jonger geweest. Ik denk dat mijn moeder 20-plusser was in die tijd, want ze is van 1963.
En als een van mijn belangrijke voorbeeldfiguren is het altijd, doe ik altijd research bij haar om te weten hoe heeft hij het zelf ervaren. Er was een enorme ontevredenheid op een gegeven moment, volgens wat ik zelf heb vernomen, gelezen heb. En ook mensen die dat hebben ervaren, er was een enorme ontevredenheid in de samenleving. En op een gegeven moment heb je dus het volk, in deze dus de militairen, die de durf hebben genomen om in opstand te komen. In opstand om in principe een verandering teweeg te brengen. En iedereen heeft het in die periode, en mensen het gros, heeft het toegejuicht. Hetgeen dus betekent dat een verandering nodig was op dat moment in het land, omdat de ontevredenheid onder de samenleving enorm te merken was. Dus als u mij vraagt, moet ik aangeven dat met de nodige informatie die ik heb gekregen uit verhoor, het, research, was het wel nodig. Ja, ja. Het was echt wel nodig om die verandering te brengen in die periode. Dus als we eigenlijk kijken naar bijvoorbeeld ons parlement vandaag de dag, kan je eigenlijk zeggen dat de basis gelegd is in de revolutieperiode als we kijken naar onze vertegenwoordiging van vrouwen in ons parlement. Om dat maar als voorbeeld te geven. Mevrouw Ravales is daarop dan het ingegaan om aan te geven dat bij de komst van de revolutie heb je dus een betere vertegenwoordiging gehad van vrouwen in het kabinet. Kijkt u maar, de beweging heeft zich dus op dat moment bewezen. Als we kijken dus vanaf die tijd naar nu wat de ontwikkeling geweest is en hoe vrouwen de kans gekregen hebben om zich op bestuurlijk niveau te kunnen profileren. Dat is een enorm ding, is een belangrijk ding dat je ook moet meenemen als je dus de revolutieperiode wilt bekritiseren in principe. Het is absoluut zo, want als je weet dat de helft van je bevolking van het vrouwelijk geslacht is, kan je ze toch niet uitsluiten? Want dat betekent dat je ontwikkeling niet ter hand neemt. Ja. Het werkt nog steeds door tot nu. We kijken eigenlijk nu bezorgd naar onze jongens. Dus dat wil ik u net zeggen. De vrouwen hebben bijna, nou wil ik zeggen, de overhand genomen. Nou, ik denk dat we, zonder dat we het eigenlijk doorhebben, maken we een andere revolutie mee, waarbij jongeren de kans krijgen om zich zodanig in te zetten op hoge posities. Als je kijkt dus vanaf 2010, de vertegenwoordiging van jongeren binnen de Nationale Assemblée, richting 2015 met de jonge ministers die de ruimte gehad hebben, ook die jonge directeuren en noem maar op, dat jongeren ook een forum krijgen, jongeren krijgen de ruimte om zich te profileren. Het is een revolutie, het is weer een kenmerk van de revolutie van toen die nu weer te merken is, waar we eigenlijk met z'n allen niet erbij stilstaan. En daarom is het goed om van tijd tot tijd dit soort van goede vergelijkingen te maken om te kijken van waar we komen. Wat is de ontwikkeling geweest vanaf die periode naar nu toe? Dat was dus het moment waar de vrouwen de ruimte kregen om zich zodanig te kunnen inzetten of op te geven op bestuurlijk niveau te mogen participeren. En je hebt nu dus de jongeren die de ruimte krijgen om zich zodanig weer te profileren op dat niveau. En er zijn verschillende momenten waar revoluties zich voordoen, ook in ons persoonlijk leven, waar je er soms niet bij stilstaat. Het heeft allemaal te maken met de kenmerken van het moment waar je opstaat om te zeggen tot hier. Het verandert, een ommekeer, en dat is de richting waar we naartoe gaan. En zo benaderen wij, jongeren van mijn generatie, zo benaderen wij de revolutie. En dat is voor ons dat heel mooi ding dat we mee hebben genomen van revolutie, de periode waar we er eigenlijk niet bij waren, maar dus de nalatenschap van daarvan wel terugzien in ons persoonlijk leven. Het is altijd prettig natuurlijk om weer even terug te kijken, vooral als je het hebt gemist. Dan is het altijd mooi om een beetje de markante momenten uit bepaalde al de afleveringen 1 en 5 weer terug te zien. Nogmaals, misschien bent u daar net aangeschoven voor uw televisie en kijkt u nu naar de tv, dan kijkt u nog steeds naar Opinie, een nieuwe aflevering. Ik zei eerder in onze aflevering, deze aflevering van Opinie, gaan we een collage voor u maken van alle afgelopen afleveringen. Daarnet hebben we gehad 1 tot en met 5. En nu gaan we kijken naar aflevering 6 tot en met 10. Let wel, de markante momenten uit de afleveringen. Kijkt u weer even met me mee.
praat dus over het plan. Als wij even mogen piepen in uw plan, welke zijn de basiszaken die uw werkgroep, de groep waarmee u gezeten om het plan te bedenken, welke zijn de basiszaken die u hebt genoteerd om te starten met die ordening, om het zo te noemen? Oké. Het parkeren in de stad, daar beginnen we. Je kreeg daarbij dus dat de eigenaren van de winkels ook klaagden, hè? Over stoffen die kwamen vanuit die bussen aan de Maartenstraat. U kent de situatie. Mm-hmm. En de bussen zijn dan dus op een of andere wijze wel ergens geparkeerd. Maar je zou dan bij de ordening moet je dan denken aan terminals voor de bussen. We hebben toen dat voorgesteld. Een terminal aan de Redmondstraat. Dus ze zijn daar al bezig. Mm-hmm. Er komt een terminal op Latour. Er komt eentje aan de, ergens op Witbooitie, ik geloof Sloterpark of Slootwijk of hoe dat heet, u helpt me wel even ermee. Op Lelydorp, mm-hmm. daar komt er ook een terminal en een vierde terminal komt ook op Sanderij. Okay. Wij kunnen de PLO ondersteunen op één voorwaarde, wanneer wij wettelijk zeggenschap hebben naar het bestuur toe. En zolang wij dat niet hebben, kunnen wij niet achter het bestuur staan. En de voorzitter is bang omdat hij weet de dag wanneer meerderheid van de bushouders lid gaan zijn van de PLO, dat het huidige bestuur gewoon weggestemd gaat worden omdat zij deugen helemaal niet. Maar voor mij was het opmerkelijke, wij verwezen, ik denk nog aan wat meneer Tjangoer zei, het gedrag van die buschauffeurs. Maar hij zegt, je kan me niet kwalijk nemen als die route overbezet is en ik... En het eind van de dag ook wel wat wil verdienen. Dan ga ik hosselen, moré, trangen. Mm. Zodat, en daar keek ik naar iedereen, zouden we dat gewoon kunnen hebben als reden voor het harder rijden? Die route is te druk. Nee. Okay. Als je mij vraagt, nee. Mm-hmm. We kunnen daarmee niet mee gaan. Oké. Okay. Ik weet, we hebben in het verleden die gevallen gehad. Het woord wat meneer, hoe heet hij? Fabian, dus gebruik het hosselen, hebben we ook met diverse chauffeurs besproken. Oké. Okay. En het gaat namelijk zo wat we daaruit hebben kunnen destilleren. De eigenaar zegt aan de chauffeur die hij in dienst heeft, je moet een bepaald bedrag inleveren per dag. Ja. Als je mijn bus brengt, moet je een volle tank brengen en een bepaald bedrag. Dus wat doet de chauffeur? Hij gaat hotselen, ja. En hij hotselt al die regels, lapt hij aan zijn laars. Met in het gevaar dat er zijn mensen in die bus hoor. Mm-hmm. En dan met die weer rijden, weet u, er zijn mensen, schoolkinderen, oudjes. Men houdt geen rekening, maar men moet bij het bedrag halen en daarna komt zijn deel aan de beurt. Mevrouw Blokland, ja. Als wij met het voorstel van meneer Sahadeo Lau zouden moeten werken. En we zeggen, we gaan kijken om, bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, TUI SRD, alle routes in Paramaribo, alle ritten. En daar heb je, ook al is het een P, ik weet niet waar hij naartoe gaat, maar zodra hij in Paramaribo rijdt, TUI SRD. Zodra hij in dit district rijdt, zo'n bedrag. Zouden we naar zo'n model moeten werken of kunnen werken, waar we moeten praten over verhoging? Ik denk dat we zijn vergeten dat we ook de NVB hebben. Hè? Ja. Die ritten zijn er wel, 85 cent. Er zijn genoeg NVB-bussen. Dus men kan ook kiezen voor een NVB-bus als men goedkoper wil rijden. De vrouw in ontwikkeling. En als we praten over ontwikkeling, is het iets dat ergens begint, maar het is een ongoing proces zolang je blijft leven. En daar ben ik dan heel erg blij dat mevrouw Staphorst hier zo zit, want in een vorige aflevering van Opinie is uw naam genoemd bij eigenlijk echt wel nadenken over wat of hoe voor die Surinaamse vrouw als het gaat om handelingsbekwaamheid. Kunnen we alvast een stukje van dat gedeelte, als u ons uit kunt leggen hoe dat precies toen aan toe ging. Ik hoor dan over de jaren 1980 of daarvoor al. Daarvoor al, de 70er jaren. De 70er jaren was de NVB bezig. Ja, toen, ja, niet alleen de NVB. Mm-hmm. Er zijn een heleboel vrouwenorganisaties bezig geweest. Mm-hmm. En in de 70er jaren was het echt een beetje aan het prille begin. Er was bijna geen ontwikkeling. Op het gebied van rechten van vrouwen zaten we met de kwestie van de handelingsonbekwaamheid van de getrouwde vrouw. Ja.
En het was schrijnend, want zonder je man mocht je helemaal bijvoorbeeld geen bankrekening openen, geen grond bezitten, niet zelf grond kopen en dat soort zaken. En het kon alleen maar veranderen als wij vrouwen zelf actie ondernamen om daar tegen te vechten. Yeah. En dat hebben we ook gedaan. En ik kan echt wel zeggen dat er sprake was van een gebundelde samenwerking, een gebundelde vrouwenbeweging die heeft gezegd, dit moet eindigen. En we hebben juridisch alles op een rijtje gezet. We hebben gemobiliseerd onder vrouwen. We hebben ook gemobiliseerd onder parlementariërs. En we hebben ook heel strak gewerkt met het ministerie van Justitie toen. En het belangrijkste voor ons was om zodanig te lobbyen dat de minister van Justitie toen om, laten we zeggen, aan onze kant een man mag gaan voetballen, lid worden van een voetbalorganisatie, van een politieke organisatie. Vrouw blijft thuis, zorg voor de kleren, zorg voor het eten, zorg voor een lekkere temper van de man, toch? Ja. En de man gaat gewoon zijn gang en de vrouw kan niet moven, omdat zij gewoon de last heeft van de huishouding. En ik zeg last, ja, maar tussen aanhalingstekens, yes. Maar dat zij altijd opgescheept zit met bepaalde taken in huis. En dat is wat wij vinden. Er moet meer balans zijn, zodat vrouwen ook de kans krijgen om zich te ontplooien. Nou, ik kan het meer gooien op iets van bestuur. Dat je moet nagaan als je als vrouw en nog een jonge vrouw in een bepaalde functie vervult. En je hebt daarboven toch nog mannen aan wie je verantwoording schuldig bent. Dan, ik kan me nog herinneren dat een keer gezegd werd van, ach ja, maar wil je dit echt doen? Ik bedoel, je kan toch lekker thuis zitten, televisie kijken en misschien een boeien bakken of ik weet niet wat je wil doen, maar goed. En ik had echt iets van, nee, dat ga ik niet doen. Ja. Weet je, ik bedoel, ik ben hier en ik ben hier om een job te doen, dus we doen dat. Dus het is ook voor mannen, en misschien ook wel oudere mannen, omdat zij dat niet gewend zijn. Ze zijn niet in zo'n tijd. Ze dulden geen tegenspraak, maar mannen weten het toch? Dus het is moeilijk waarschijnlijk, ik heb ook medelijden met ze hoor. Dus het is ook wel moeilijk voor die mannen om, zeg maar, ook te luisteren en te leren van een jonge vrouw of een jong persoon. Zijn de cijfers bekend van de vrouwen die nu bijvoorbeeld afstuderen van de universiteit? En ik meende iets begrepen te hebben dat het ook veel hoger is, hè? Yes. De aantallen van vrouwen die nu gaan veel meer universitair vrouwen zijn opgeleid en afstuderen. Juist. De vrouwen die zijn inderdaad iets wat hoger opgeleid. Nu zeg ik het ook gewoon zo uit het hoofd, omdat je dat ook ziet. Maar de cijfers, daar moeten we wel zeker naar op zoek gaan. En ook dat gedeelte vooral. Cijfermatig kunnen aantonen dat die vrouwen werkelijk die ontwikkeling meemaken en eigenlijk midden in die ontwikkeling zijn. Waar zouden we moeten beginnen? Om die vrouwen die misschien nog niet eens zijn aangesloten bij een van deze organisaties, om ze te laten begrijpen, zijn hey ladies, kijk, we kunnen misschien wel even afkijken van het buitenland, maar daar is het een heel andere situatie, andere cultuur. Laten we hier zo onderling kijken hoe wij als vrouwen elkaar kunnen stimuleren of kunnen empoweren om te zeggen van begin alvast te ondersteunen deze organisatie of kijk welke organisatie bij jou past. Waar zouden we moeten beginnen? Nou, ik denk sowieso praten tot elkaar, communicatie om aan te geven van kijk, als je bundelt, als je samen bent met wat vrouwen, kan je met elkaar overleggen, ervaringen delen. En daaruit kan er wat moois uitkomen om dan te kunnen aangeven van kijk, die mevrouw zit daarmee, die zit, je kan elkaar helpen. En dan echt zeggen van hé, hey, het is wel nodig dat we dan met de overheid gaan zitten en praten, omdat we dit missen. We willen op zo'n manier behandeld worden of we willen op zo'n manier gelijkwaardig zijn met jullie of noem maar wat. Dus ik denk dat we echt moeten beginnen met praten, want er heerst nog zoveel onwetendheid, denk ik. Bij heel veel vrouwen en mannen ook, bij heel veel mensen. En het zou goed zijn om informatief, tegenwoordig heb je ook, je hebt nu NII, je hebt Facebook, zoveel social media,
om op zoveel fronten alvast heel veel informatie te brengen, discussies op gang te brengen op allerlei niveaus. Ook met jongeren te praten om aan te geven van, hey, dit is wat het is. Nu. Dus ik denk dat je daar, want je moet een mindshift gaan maken. Helemaal. Natuurlijk is social media een goed ding, maar helaas wordt het inderdaad ook misbruikt. En zoals meneer Chang zei, moeten er richtlijnen komen voor het gebruik van social media. Verspreiden, u haalt aan kinderporno, nee, mag niet, het is strafbaar. Maar eigenlijk wil ik dat totaalbeeld toch even bekijken van pornografie. En niet alleen sect kinderporno, want we snappen dat kinderporno helemaal absurd is, maar gewoon dat totaal pakket van pornografie. Als ik kom weer bij mezelf als voorbeeld, een film in mijn telefoon heb, nu, en kijk, ik wil eigenlijk erger, ik wil hem nog verder brengen. Het is een film dat ik zelf heb gemaakt. Ik heb het niet gehad, ik heb het zelf gemaakt en ik heb het in mijn telefoon. Is dat strafbaar? Loop ik ergens een risico? Volgens een van de wetten die we zo hebben. Ik ben geen jurist in deze, maar... Misschien kun je meneer... Ik wil er wel iets over zeggen. Ik denk niet dat pornografie in het bezit hebben, pornografie in zijn algemeenheid, dat het strafbaar zou moeten zijn. Pornografie bezitten, tenzij je niemand kwets daarmee of blackmailt. Dan denk ik niet dat men er een probleem mee zou moeten hebben, want je hebt mensen die het doen als hun werk. Ja. Als je die beelden verspreidt, wat dan? En als, laten we zeggen, die case van u waarbij u zegt dat u zelf... Ja, het is mijn film. Ik heb mezelf. Precies, het is uw eigen film. U doet er niemand kwaad mee. Ik denk niet dat u strafbaar zou moeten zijn. U zou integendeel ervoor moeten zorgen dat het bij u blijft. Dus het gebruik ervan, denk ik. Ik denk dat het deels te maken heeft met normen en waarden ook van de individu die het gebruikt. En je gaat niet uit jezelf die dingen verspreiden. Als je het op social media zet, dan heb je heel veel kans dat kinderen dat zouden zien. Oh, maar zoals mevrouw Nipte heeft aangegeven, alles met kinderporno is ambtshalve vervolgbaar. Dus dat is sowieso niet slim om zulke dingen te delen. Om in bezit te hebben of wat dan ook. Maar ze haalden ook net iets aan. Iemand moet je kunnen vervolgen. Indien het strafbaar zou moeten zijn. Dus het is ook niet slim om zulke beelden te delen op social media. Als er iemand is die daar aanstoot aan neemt. Als je bijvoorbeeld zo'n filmpje stuurt naar een collega. En je denkt die zal het leuk vinden. Maar die vindt het niet leuk. Dan zou die je kunnen aanklagen wegen seksuele intimidatie bijvoorbeeld. Dus het is sowieso niet slim om zulke dingen te delen. En ik denk dat we de voorlichting naar de samenleving toe, op dat punt, ook goed moeten brengen. En ik denk dat het ook een rol is van de regering om dat te doen. De wetten zijn er om die mensen te beschermen. De wetten zijn er zeker om kinderen te beschermen. Maar uiteindelijk moeten wij zelf als samenleving ook inspelen daarop. Ja, toch, er zijn ontwikkelingen gaande in de wereld en natuurlijk gaan ze ook niet voorbij aan Suriname. En wanneer bijvoorbeeld op een gegeven moment de overheid ziet dat zaken uit de hand lopen, dan wordt er wetgeving op losgegooid. Ik zeg dat we onze jeugd moeten leren wat is houden van jezelf. We moeten onze jeugd leren wat kan ik mezelf geven, wat kan ik maximaal aan mezelf geven om minimaal van een ander te verwachten. We moeten onze jeugd leren wat normen zijn en wat waarden zijn. We moeten onze jeugd leren om principes te hebben. Zodat wanneer iemand op je afstapt en je iets aanbiedt, je voor jezelf kan bepalen, is dit wat ik wil? Is dit wat ik nodig heb? Is dit wat gaat maken dat ik in mijn verdere carrière succesvol ga zijn? In de toekomst er geen spijt van heb als ik iets doe. Dat is wat we onze jeugd moeten leren. We moeten onze jeugd weerbaar maken tegen. Ik zeg niet dat we ze de gevolgen, de consequenties van pornografie niet mee moeten geven. Maar ik ben van mening dat we een andere aanpak moeten hebben. Leer de jeugd om te houden van zichzelf. Leer de jeugd om zichzelf het maximale te geven, zodat ze weten wat het minimale is dat ze van iemand pikken. Laat zeggen dat wij zeg maar de melding kregen.
En de melding komt vanuit de centrale meldkamer. En het kan ook een telefonische melding rechtstreeks naar een afdeling. En daaraan gekoppeld zijn er natuurlijk maatregelen die getroffen worden, acties die ondernomen worden. En als men bezig is, zeg maar, met dat proces, dan krijg je een moment waarbij de informatie die zeg maar, nodig is om te delen met de samenleving, wordt dan doorgespeeld. Aan de afdeling Public Relations in dit geval. Ja. En gaan wij over tot het samenstellen van een bericht. Mm-hmm. En als dat bericht oké is, dan komt de publicatie. Wat voornamelijk heel belangrijk is te melden, is dat in eerste aanleg het Korps Politie Suriname een, zeg maar, vanuit het Openbaar Ministerie instructies krijgt, omdat wij werkarmen zijn van het Openbaar Ministerie. Yeah. Ik zie meer doorvoeren. Het, het gaat het land uit. Dus ik denk dat we daarbij kunnen houden. Als er een onderzoek is, dan kan jij daar een op basis antwoord, daarvan, ja, inderdaad. Geven. Inderdaad. Als ik even kan aanvullen, wat mijn collega heeft aangegeven. Als we kijken naar zeg maar een definitie of omschrijving van het begrip narco-staat, mm-hmm. dan vallen twee zaken op. Er is sprake van grootschalige productie, handel, mm-hmm. één en twee, de gemakkelijke verkrijging van die narcotica. Is er sprake van grootschalige productie en handel in Suriname? Heb ik niet gemerkt. Oké. Ten aanzien van de gemakkelijke verkrijging, ten aanzien daarvan valt er misschien wat te zeggen. De straathandel heb je hier en daar, mm-hmm. vooral in de achterbuurten heb je wat straathandel. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld synthetische drugs, want iedereen focust zich op een cocaïne. Yeah. Maar de synthetische drugs die juist een omgekeerde richting heeft, mm-hmm. vanuit het westen richting Zuid-Amerika, bijvoorbeeld het Caribisch gebied, daar vindt er grootschalige productie plaats van synthetische drugs. Mm-hmm. Zijn die landen narco-staten? Noemen die onderdanen van die landen hun land een narco-staat? Die melding komt binnen en op basis van wat er is aangegeven, de medewerker van de meldkamer heeft gemeend om die zaak even te laten wachten. Mm-hmm. Maar dat intussen de zaak is gaan escaleren. Dus dat kan. Yeah. En in zo'n situatie zal dan wel die switch worden gemaakt. Maar het doorvragen is zeer belangrijk hoor. Mensen vinden het hinderlijk. Maar het doorvragen is belangrijk, omdat de meldkamer die stuurt aan. Hè. Mm-hmm. En de meldkamer moet de juiste informatie doorspelen aan die eenheden die daarvan zullen worden gedirigeerd. Mm-hmm. Dus daarom is het doorvragen zeer belangrijk, zodat de politie weet van in welke situatie kan ik daar aantreffen. De samenleving moet wel weten, de mensen moeten weten, dat een gevonden spullen, een gevonden goed dat men voor zichzelf houdt, dat er sprake is van diefstal. Als er iets is gebeurd, willen mensen weten, zo snel als mogelijk het fijne van de zaak weten. Mm-hmm. Maar informatiedeling, hè, prijsgeven van informatie moet ook functioneel zijn. Je kan niet informatie prijsgeven gewoon omdat je het prijs wil geven. In het Engels heb je twee begrippen en eigenlijk geldt het ook voor een strafrechtelijk onderzoek. Hè. Need to know and nice to know. Need to know and nice to know. Ik bedoel, wil men het gewoon weten, omdat het fijn is het te weten, mm-hmm. of moet men het weten? Is het noodzakelijk dat men het weet? U hebt meneer Prado horen zeggen dat er weken vooraf werk is verzet. Wat de samenleving niet weet. Ja. Wat niemand weet. Mm-hmm. En het is toch belangrijk dat wij onze collega's die hun leven op het spel zetten, dat wij ze wel beschermen. Ja. Dat is voor ons, dat voor ons op de eerste plaats. Mm-hmm. En dan willen wij wel delen wat gedeeld mag worden. Maar voor ons is het belangrijk dat de collega's die zich daar inzetten om te slagen
in zeg maar, waar zij mee bezig zijn, dan moeten we ze wel beschermen. Als we zouden moeten zoeken naar een gezonde levensstijl, een definitie, dat is natuurlijk erg moeilijk, omdat levensstijl natuurlijk voor iedereen iets anders is, hè? En het gaat echt om de manier waarop jij leeft, de manier waarop jij je leven inricht. En daar horen natuurlijk een aantal dingen bij, want u zet een woordje ervoor, wat natuurlijk ook een heleboel discussie kan gaan opnoemen. Gezond, want wat is gezond? Er zijn denk ik drie aspecten. In de loop van de tijd hebben we gewoon een aantal dingen geleerd. Er zijn drie belangrijke die iedereen kent. En dan zijn er altijd nog twee die wij erbij zetten. Het gaat om voeding. Het gaat om bewegen. Het gaat om goed in je vel zitten. Psychisch. Hoe voel je je daarboven? Niet roken, geen alcohol. Dat zijn die vijf dingen. En als we die vijf dingen kunnen combineren in ons leven, in de manier waarop we leven, dat wil zeggen, u mag piloot zijn, u mag dokter zijn, maar u mag ook de straatman zijn en de vuilnisman. Als u dat kunt incorporeren in de manier waarop u leeft, kunnen we praten over een gezonde levensstijl. Bewustwording, zelfwerkzaamheid, want vaak genoeg willen we alles overlaten aan die overheid. We geven de schuld, we wijzen steeds van het is de overheid, het is de overheid. Maar het begint bij jou. Als jij niet positief denkt over de ontwikkeling, over die vooruitgang die je voor jezelf wil. Als je niet positief begint te denken, als je geen stappen maakt, dan ook al nooit. Je kan 10 schreeuwen dat die overheid verantwoordelijk voor is. Het begint bij jou. Nou, we hebben een paar aspecten gekoppeld aan gezonde leefstijl. Want dat zijn de dingen die je moet koppelen. Er is een paar opgezomd daarnet. Wij zeggen 1, gezonde voeding, gezond bewegen, goede nachtrust, juiste balans tussen werk en ontspanning, minder alcohol, minder roken of geen roken, sociaal-economische rust, beheersing van je zintuigelijke behoeften of impulsen. Dat is voor onze visie de aspecten die een gezonde levensstijl beïnvloeden. Dus een beetje holistisch gedacht in algemeen, gedachte daarvan. En ik wil even stilstaan bij beheersing van zintuigelijke behoeften, maar dat brengt ons vaak in problemen. Je rijdt langs die rotizaak en je ruikt de roti. En je stopt en je koopt die roti. Je ruikt het of je ziet het. Ja. En als je dat niet kan beheersen, betekent ook dat je verkeerd bezig bent. Dus mevrouw Berger geeft aan dat een gezonde levensstijl volgens haar niet alleen maar is bewegen en goede voeding. Ja, maar dat wil ik zeggen. Het betreft een integrale aanpak. Ik moet niet zeggen, je pakt één en je dingen integraal aanpakken. Om een simpel voorbeeld te geven. Als we praten over gezonde leefstijl door middel van bewegen, dan zou je moeten afvragen, wat is het beleid van onze overheid met betrekking tot het stimuleren van fietsen? Mm-hmm. We fietsen weinig slecht in dit land, maar hoe komt het? We hebben geen veilige fietspaden. Mm-hmm. Als je veilige fietspaden creëert, stap je op je fiets en je gaat naar je werk of je gaat naar school. Ja. Nu stap je in een bus of pa brengt op school. Dus je moet dat ding integraal aanpakken. Hoe regelmatig eet iemand? Begin je pas om 11 uur te eten? Of start je al met een goed ontbijt? Dat is ook het advies. Start met een goed ontbijt. Het hoeft niet zo te zijn dat je om 6 uur of 7 uur al een geweldige maaltijd eet. Probeer om 9 uur 's morgens al gegeten te hebben. Dat is echt het advies. Niet pas om 11 uur. Want als je pas om 11 uur eet, dan denkt je lichaam dat je aan het vasten bent, als het ware. En die begint... je lichaam zegt eigenlijk, hey, hamster het eten, want straks hongert ze me weer uit. Dus je merkt het ook, mensen die met overgewicht hebben, als ze pas om 11 uur starten met eten, adviseer ik echt, begin eerder. Echt, dat je lichaam de verbranding op gang komt, je metabolisme op gang komt. Wat ook heel erg belangrijk is, probeer om de 3 uren te eten. Een tussenmaaltijd in te bouwen. Iemand met overgewicht, adviseer ik natuurlijk om de 3 uren. Iemand met een te laag gewicht, eet vooral wel om de 2 uren. Ja? Je eetpatroon is dus erg belangrijk. Dan zijn we dus zo zoetjes aangekomen aan het einde van deze aflevering van Opinie. We hebben het gehad weer voor deze aflevering. Ik hoop dat u weer wat eraan hebt mogen hebben. Vooral als je bent misbepaalde. Weet je, dan heb je dus dan allemaal in één pakket in deze aflevering 11 van Opinie.
De volgende week maandag om 9 uur zijn we er weer hier met een gloednieuwe aflevering van Opinie. Let wel de herhaling telkens op de woensdag en de vrijdag, 9 uur, kanaal 8.3, GovTV. En natuurlijk, als u misschien die ook hebt gemist of niet echt iemand bent van de televisie, dan gaat u rustig op uw telefoon of op uw mobiel op YouTube, op de channel van het Nationaal Informatie Instituut. Dan bekijkt u rustig weer deze aflevering van Opinie. Rest mij te zeggen, een fijne kijkavond verder. Ik ben Ryan de Gama. Dag. Opinie.